Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en ik ben net teruggekomen van vakantie. Daar heb ik ook mijn vorige vlog afgesloten. En nu begin ik hem ook weer, maar dan iets later op de dag. Ik heb vandaag eventjes wat TikToks gemaakt met Luca en gewoon even bijgekletst. Ik kan hem gewoon hier neerzetten, wat goed. Ik heb eventjes snel een sportleggingetje aangehaald met een hoodie, blazer en een tasje. En ik heb deze schoenen aan. Deze trui is van Your Custom trouwens. Hij zit echt super lekker. Ik heb hem ook echt veel te groot besteld, maar ik vind hem echt leuk. Ik ga even naar Jada toe. Ik ga even boodschappen doen en wij gaan samen lekker biefstuk Bali maken. Ons favoriete diner. Dat gaan we even doen morgen. Wat ga ik morgen doen? Ik wilde misschien morgen even bij Café in de City eten. Maar ik moet nog even kijken of ik dat ga doen. En mijn ouders komen morgen terug van vakantie. Dus dat is ook wel gezellig. Misschien. Oh nee, ze komen pas in de nacht aan. Dus ik denk dat we dan donderdag wel met hun iets gaan eten. Maar oké, dat. Het is wel een beetje heet nu opeens. Waar ik het echt normaal heel koud heb hier. Even kijken of alle ramen dicht zijn. Maar oké, ik ga nu even boodschappen doen. Hoi allemaal. Het is nu. Oh, ik maak vooral een foto. Wacht, dit gaat even fout. Oeh, donker. Het is nu woensdag. Ik heb even een sportlengtje aangetrokken. Met blazer, t-shirtje en een tas. Mijn koffer is nog steeds niet uitgepakt. Super chill. Ik ga eventjes mijn opa en oma gedag zeggen. Het is echt kut weer hier, zie ik. Dan ga ik met Mila even boodschapjes doen. Mila en ik gaan samen eten vanavond. Even kijken wat we gaan koken. Wat wil ik zeggen? Nou, dat eigenlijk vannacht komen papa en mama thuis. Dat is ook wel lekker. Voor de rest, eigenlijk niet zoveel te zeggen. Als de slechte vlogger die ik ben, heb ik natuurlijk niet het eten gefilmd. Maar oké, ik ben met Miel. En we gaan even lekker een ijsje halen. Nou, dat kan ik wel voor jullie filmen. We hadden echt een heel lekker burgertje gegeten. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Doei! Goedemorgen allemaal, het is... oh, mijn camera is bijna leeg. Het is 10:50 en ik heb me snel omgekleed. Ik laat zo even zien wat ik aan heb. Kut, ik ga nu lunchen. Maar ik moet even mijn camera aan de oplader doen, want hij is helemaal leeg. Oké, wacht. Misschien dat ik hem nog mee kan nemen. Maar ik ga even lunchen voor Mika's verjaardag. Hij is vandaag jarig. En daarna, niet zoveel. Eigenlijk even deze ravage opruimen, denk ik. En heel misschien ga ik morgen naar Ibiza, maar dat gaan we even bekijken. Nou, mijn camera was dus leeg, dus ik kon hem niet meenemen. Maar we hebben super lekker gegeten bij aan de haven. Heel lekker. Volgens mij heet het trouwens gewoon de haven, niet aan de haven, maar oké. Nu is Maxter hier. Hallo. Hi. Wij gaan eventjes naar vrienden toe. En die hebben wij. Gelukkig maar. Ik heb net echt heel veel dingen gekocht bij Shine. Heel impulsief. De schoenen. Schoenen heb ik ook gekocht. Vraag me niet waarom. Maar dan ga ik daar gewoon een shoplog van maken, dacht ik. Oh, goed. Hey, geen zin in. Gewoon met al. Hoi, ik heb me even omgekleed. Ik moet nog wel even mijn make-up doen. Ik ben net naar de pedicure geweest. Mijn tintjes zijn weer helemaal cute gelakt. Ik heb eventjes deze outfit aangetrokken. Een shirt van de mannen van de Bershka. Echt heel cool met zo'n achterkant. Een leren legging. Deze Balenciaga's en mijn Nuno bag. Ik heb mijn haar even in zo'n knotje met zo'n middenscheiding gedaan. Maar het is nog niet echt hoe ik het wil hebben. Maar oké, ik ga voor mijn make-up en mijn haar doen. En dan ga ik mijn wenkbrauwen doen in Amsterdam. En daarna komt Doro gezellig hierheen. En gaan we vanavond op het terrasje zitten. Dus gezellig. Oké, we zijn in Amsterdam. En ik heb mijn wenkbrauwen laten doen. Ik weet niet echt of jullie het nu kunnen zien. Maar ze zijn nu echt heel donker. Want ze zijn net een beetje geverfd. Maar ik zoek nu de auto. Mam, waar staat de auto? We gaan nog even lopen. Mama, laat jouw wenkbrauw zien. We gaan nog ergens. Wauw.
Oh man, die auto, hallo. Oh. Awkward. Dien, waar staat de auto? Waar gaan we heen? Ik heb geen idee waar we heen gaan, maar... Volgens mij naar huis. Moet ik zeker koken. Run, Forrest, ja, run. Run, Forrest, run. Hey, nu weet je het, hè. Oké, ik werd net gebeld door werk of ik eventjes wilde helpen, want er ging iemand naar huis. Dus ik ga heel eventjes 3-4 uurtjes helpen. En ik heb dus even een beetje gewoon zwart outfit aan, dat moet voor werk. Mijn wenkbrauwen zijn nu al iets minder, gelukkig. En dan ga ik, kom Doeren me ophalen. Gaan we gezellig even naar de polderboom. En dan naar vrienden. Goedemorgen. Mijn stem is weer weg en ik word helemaal gek. Ik heb wel een leuke outfit aan. Ik heb dit aan van de Zara, Exobo en laarsjes van Naked. En deze ravage ligt hier nog steeds. En ik ga het nu echt doen, want anders dan komt ze er niet van. Dus ik ga even mijn jasje uitdoen. Het is nu... Ik moet precies over een uur weg. Nou, zoiets moet wel lukken in een uur, hoop ik. Dit moet wel ongeveer lukken in een uurtje, ja, dus we gaan try. En dan ga ik naar Amsterdam. Ik heb een meeting met iets heel leuks. Ik weet niet of ik dat dan mag zeggen. Maar nee, ik zeg het gewoon lekker nog niet. Het is een verrassing. En vanavond ga ik volgens mij eten bij café. Of ergens staan, dus ik moet even kijken. Maar dat is de planning voor vandaag. Ik neem jullie gewoon mee. Oké, ik heb net een meeting gehad. En ik loop nu naar... Geen idee waar, ergens op de single. Want ik heb afgesproken met Sam. Dus dat. Ik hoop dat hij hier ook komt. Wacht, ik weet niet waar ik heen moet. What the fuck? Oké, maar het is echt heel druk in de stad. Dus ja, goed verhaal. Lekker! Hoi, volgens mij was het laatste wat ik had gefilmd bij café. Maar ik ben nu weer thuis. Ik was naar de film geweest, naar The Purge. Samen met Gina, was wel echt best wel leuk eigenlijk. Wel spannend. Gina en ik schrokken echt elke keer, maar oké. Het is, hoe laat is het? 2:30. Waarom staat het niet scherp? Ja, het is 2:30. Ja, het is 2:30. Ik moet morgen wel een beetje op tijd opstaan, want dit is nog steeds niet opgeruimd. En ik ga morgen naar Zwolle, want Isis geeft haar verjaardag en haar afscheidsfeestje. Dus morgen ga ik even naar Zwolle en dan verder niks gepland morgen. Jongens, allemaal welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben mijn hele mamie. Kijk, hier is mijn vader lekker te eten. Cheda is lekker een pastaatje aan het eten. Mickey gaat bijna dood, want ze heeft peper gegeten. En mijn moeder is hier. Ik zoek tuna. Zij zoekt tuna. Nou, en wij gaan nu naar Zwolle. Nee. Ik heb wel een beetje geholpen. We gaan eerst naar Zaandam. En dan gaan we lekker naar Zwolle. Joepie, Zwolle. En dan gaan we even naar Isis haar verjaardag. We zijn aangekomen in Zwolle. Weer nog even place to be, place to be. Ja man, ja. Echt de place to be dit. Hoi, volgens mij heb ik vandaag nog niet gevlogd. Het is vandaag maandag. En ik heb gewerkt. En jongens, ja, dit is echt super erg, maar het is nog steeds niet opgeruimd. En ik ga het nu echt doen. Ik ga morgen mijn nagels doen. En naar kantoor, dus dat is wel echt leuk. Want daar ga ik even een paar fotootjes maken. En het nieuwe kantoor even bekijken. Dus ik heb even een grote tas ingepakt. En
Ik ga nu even eten. En ik moet zondag draaien in de Chicago Social Club. Dus dat is heel leuk. Dus ik ga even een beetje kijken wat voor muziek. En zo. Zodat ik nog eventjes wat kan downloaden misschien. En dan ga ik eventjes gewoon oefenen. En ja, dat is eigenlijk de planning. Vanavond ga ik even lekker niks doen. Kamer opruimen. Setje doen. Vlog editen. Gewoon even lekker chillen. Want ik zou eigenlijk werken tot sluit. Maar het was super rustig. Dus toen hoefde ik niet meer te werken. Heel chill. Maar ja, dat is een beetje de planning voor vandaag en morgen. Hoi allemaal. Goedemorgen. Nou, mijn koffer is opgeruimd. De planning. Ik weet niet hoe laat het nu is. Jawel, dat ik wel. Het is 11:45. Ik moet over een uurtje ongeveer, iets meer dan een uurtje, moet ik naar Amsterdam om mijn nagels te doen. Want er zijn wat dingetjes bij aan de hand. En ik moet gewoon opnieuw. Want het is echt al 3 of 4 weken geleden. De outfit. Ja. Mijn bed is nog niet opgemaakt. Dat moet ik even doen. Ik heb dit jurkje aan van Pretty Little Thing. Heel schattig. Met deze laarsjes van Meet Me There. En ik doe er een leren jasje bij. En een tasje en een zonnebril. Ik laat het zo even helemaal zien. Ik heb dus nieuw op mijn TikTok bedacht. Dat ik dat elke dag ga laten zien wat ik aandoe. Het gaat me best wel goed af. Ik heb tot nu toe wel echt elke dag gedaan. Eén dag niet. Gisteren, want ik moest werken. Maar ja, het gaat, het gaat. Volgens mij had ik al verteld wat ik ging doen. Oh, wacht. Ik ga dus nu even mijn nagels doen. Dan ga ik even naar management. Even wat dingen bespreken en foto's maken. Want ze hebben echt een fucking mooie nieuw pand. Ga ik ook even filmen voor jullie. En dan komt Maggie daar ook heen. Want Maggie is morgen jarig. En ik heb echt zo'n leuk cadeau voor haar. Oh my god, kijk. Even kijken. Het is echt zo leuk. Oké. Dit wilde ze echt super graag. Dit is zo mooi. Ik wil ze zelf ook. Maar oké, dit is dus cadeau voor Maggie. En... ik heb nog een tasje bij de Zara besteld. Die wilde ze echt heel graag. Deze, maar dan in het wit beige-achtig. Maar ze wilde hem bijna kopen. Dus ik dacht, fuck, hoe ga ik nu zeggen? Want ik had hem al besteld. Dus ik hoop dat ze niet heeft gekocht. Dus vanavond, eerst ga ik ook even foto's maken voor Maggie de verjaardag. En vanavond om 12:00 is ze jarig. Dus dan ga ik daar eventjes heen en... gewoon gezellig. En dan morgen is Maggie er echt een party. Dat zou ik ook wel vloggen als het mag. Ja. Dat eigenlijk de planning voor nu. Ik neem jullie gewoon mee. Dit is de Fully Fit. Ik had eerst een heel leerjasje aan. Gewoon met de mouwen. Maar ik denk dat ik dit wel leuker vind eigenlijk. Ja. Ik denk dat ik het zo laat. Mijn benen zijn nu nog echt lekker bruin. Dus weet je, je moet er gebruik van maken. Dat je nu nog... Nou oké, eigenlijk is het best wel koud. Maar ja, ik heb gewoon... Ik vertik het gewoon om een lange broek aan te doen. Want ik heb nu nog bruine benen. Ik was bijna iets vergeten te zeggen. Ik heb 2 nieuwe lichtjes. En ik ben gewoon verliefd op ze allebei. Heel vaak vragen mensen welk luchtje ik op heb. Maar ik hou niet zo van luchtjes die iedereen heeft. Ik heb er wel een paar. Bijvoorbeeld deze is echt best wel... Heeft bijna iedereen, maar vind ik wel gewoon lekker. Van de Zara. Even kijken. Deze is ook gewoon lekker. Ze zijn ook wel allemaal lekker, maar ik wil nu eigenlijk meer een luchtje die niemand heeft. Alien. Oké, prima. Ik heb dus 2 luchtjes. Nieuw. Deze, Juliet Has a Gun. Die is echt super lekker, maar ze ruiken zeg maar niet echt... Ze ruikt zeg maar best wel apart. Je moet er wel echt van houden hoor. Ik hou er echt van. En ik heb deze. Molecuul heet deze. Ja, ik kan er wel een heel verhaal bij ophangen. Maar ik weet eigenlijk er niet zoveel over. Maar hij ruikt dus best wel apart. En volgens mij gaat hij dus een beetje naar de geur van jou staan. Maar ja, meer kan ik er niet over vertellen. Want ik weet er eigenlijk niks over. Maar dat wilde ik eventjes delen met jullie. Ik zit even te kijken welke zonnebril ik op doe. Deze denk ik.
En ik moet echt mijn haar wassen, maar ik heb geen zin en geen tijd. Ja, eigenlijk wel, want ik loop hier ook gewoon een beetje te lullen tegen een camera, maar weet je. Boeien, ik ga even snel wat eten en dan moet ik gaan. Oké, ik heb net mijn nagels laten doen. Echt super cute. En ik ben nu aangekomen op kantoor. Het is echt fucking mooi volgens mij. Even kijken. Wordt hier wel helemaal verbouwd. Maar dit is de deur. Echt insane hoe mooi eigenlijk. Dit, hoi. Kijk, dit is de bal nou. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit is niet normaal groot. Hoi allemaal. Belly is net terug van vakantie. En ik weet niet eens wat ik als laatste heb gevlogd. Volgens mij dat ik op kantoor was. Maar volgens mij heb ik daar ook niet zoveel gevlogd eigenlijk. Maar ik heb wel foto's gemaakt daar. Even kijken of ik ze kan laten zien. Eentje. Ja. Oh. Eentje heb ik al gepost. Ze hebben echt een super mooi kantoor. Oké, je ziet echt niks. Ja. En eentje komt nog online. Ja. Ik ga denk ik deze week nog met Belly langs kantoor. Want we kunnen ook even foto's maken. Want ik moest vandaag echt super snel foto's maken. Maar wie heeft ze gemaakt? Maggie. Oh. Want Maggie ging ook foto's voor de verjaardag maken. Ik ga straks naar Maggie toe. Het is nu 10:30. Want Maggie is om 12 verjaardag. En dat, ja. Morgen ga ik lunchen in Amsterdam. En dan daarna ga ik ook weer naar Maggie. Gezellig. Oké, ik ben aangekomen in Amsterdam. Het is echt druk. Ik ga even lunchen. En dat ga ik doen op het drop-in. Show your face. Woo, girl. Met de afstandsbediening. We zijn op Meg haar birthday. En ik weet niet of jullie het horen, wacht. Het thema is eigenlijk Saints or Sinners. Dus, Ja. Sommige mensen gaan dus als engeltje. Meg. En sommige als duiveltje. Ik ben als engeltje. Ik zal zo goed mijn outfit laten zien. Kijk, ik het zo een beetje laten zien. Ik heb gouden hakken. Met een witte blazer dress. En dan heb ik zo een dingetje. En Jay heeft ook echt een heel mooi jurkje aan. Outfit gesponsord door hakken, super pretty. Ja, ja, ja. En ik ga ook een beetje draaien, dus dat is wel leuk. Ik ga even naar die meiden boven. Kleed? Oh! Jullie met even op mijn vlog? Oké, okay, kijk, we got a devil here. An other devil. En Saar is een angel. Cute. Luca, waar ben jij? Wow, look at you looking cute. Wacht, even kijken of ik hier een fully fit kan laten zien. Maar ik heb dus zo'n blazer dress aan. Met deze hakken. Joep. Girl! Alright! We zijn in die scherp. Woe! Cheers! Maggie is off for the money. Ze is al een dag 18. Ja. Het is namelijk 12:07. Ik ben niet meer jarig. Nee, jokes. Kijk even. Noah gaat even draaien. Alleen nu nog niet, want ik kan dit liedje niet uitstaan. Maar oké. Zal ik al? Ja. Oké, we gaan even verder. We lopen verder.
allemaal? Niks. Oké, we gaan door. Ik ben hier met Shakira. Hi! En Royce. Timo. Zoe. Dat was een vlog. Dat was een vlog. Oh, ik ben Pigo. Zou je jezelf voor? Oh, ik denk het is een foto. Ik denk het is een foto. Ik ben Bob. Ik ben Cor. Emiel. Oh ja, ik ben Pierre. Ik ben Luca. DJ Noah. En Nolan. Waarom ben ik niet zo? Ik wil zeggen, ik ben Luca. Oh, mijn naam is Luca. Ja, Luca, that's it, man. Zo, goedemorgen. Ik heb bij Jada geslapen, maar Jada moest om 11 uur werken. En ik sliep nog. Dus ik heb even alles op slot gedaan. En ik ga nu even snel een ontbijtje halen. En dan loop ik naar Maggie. Help ik Maggie nog een beetje met opruimen. En ik hou ook even een ontbijtje voor in. En dan ga ik straks wel wat leuks doen. Stijn komt straks naar me toe en dan hebben we een fotoshoot in Den Bosch. Camera switch. Hey, ik ben thuis en ik heb even gedoucht. Ik heb eventjes een shirtje aan, korte broekje en deze schoenen. Stijn komt zo hier naartoe en dan gaan we naar Den Bosch. Want we hebben een shoot voor Your Custom. Dus dat is wel leuk. Ik ga even een beetje mijn make-up doen. En even wat eten. Hoi Stijn! Wil je wat zeggen op de vlog? Nou, we hebben hier een hele leuke tuin. Je ziet het. Ik kom hier elke ochtend even een duikje nemen. Lekker man. Mag ik een tip geven? Ja. Ga nooit bij hem op de jetski. Stijn is net op de jetski geweest. Ging echt super goed. Ze leeft nog. Ze leven wel, ja. Jij zegt 7 keer, gaat het? Ze zei ook niks meer. Maar we zijn even leuk aan het... Shoes voor Your Custom. Wauw. Even snelle promo er tussendoor. Doe zo sfeerbeeld. Sfeerbeeld, 1, 2. 1, 2. Hups, oké. Ja, dit is me. Green en beige. Kijk wat ik ging gewoon even lenig. Het lijkt net zo'n schoolmeisje. Ik vind echt cute. Maar ik zie niet. Zullen we een dansje doen? Hoi, Stina en ik zitten in de auto met McDonald's. We hebben het geshoot. Ik vond het best wel leuk. Ook. Leuke mensen. Mhm. Grappig. Nou, is lekker weer. Nou, dat viel ook wel mee. Ja, mooi sunset. Ja, maar ik vond het nou niet echt lekker dat ik dacht, nou laat ik lekker naar het strand gaan. En lekker gaan liggen. Toch? Hoewel. Nee, dat is waar. Maar voor de rest. Lekker Mackie. Ik had hier zoveel zin in. Stijn en ik hebben vanavond een movie night. Mm-hmm. Als je het ziet.
Grapje. We love you. Soort van. Kijk deze mensen ook weer naast ons. Oh, we gaan. Sorry. Ja. We zijn wel een beetje wit. Mm-hmm. Hij moet werken. Dat is wel echt kip. Op die burger. Dat is echt een kip. Ja. Dat wilde ik ook. Ja, lekker. Dat is echt een kip. Ja. Niet die McDonald's kip. Nee. Wil je het proeven? Nee, dank je. Oh. Het is best wel lekker. Ik ben vegetarisch, jongens. Dat is helemaal niet waar, toch? Aan het eten nu. Oh, maar ik dacht je. Dit is vega. Maar jij bent toch helemaal niet vegetarisch? Nee. Ik dacht, wat zeg jij? Oké. Genoeg. Ik vind vega lekkerder bij de Mac. Hè? Er stond veggie op jouw doos. Ook lekker. Had je ook veggie? Nee, volgens mij niet. Maakt het helemaal niet uit. Oh, die friet heb ik ook wel zin in. Hoi, sorry. Ik ben nu mijn vlog aan het editen. En ik kom erachter dat ik de vlog helemaal niet heb afgesloten. En ik heb ook al een nieuwe vlog. Want dit is al van best wel lang geleden. Maar ik ga het wel posten. Want ik denk dat het wel een leuke video is. En dan doe ik gewoon deze week 2 week vlogs. Dus van heel lang geleden en van iets minder lang geleden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga weer een beetje beginnen met vloggen. En aparte video's maken. Dus hopelijk vinden jullie het leuk. Doe dan een duimpje omhoog. En laat me in de comments weten wat ik nog meer moet posten.